Nou, we bieden de mensen de mogelijkheid om vandaag vanaf 9 uur 's ochtends via Twitter melding te doen. Dat kunnen ze doen via de hashtag VWLoos16 of door als ons volgen een privébericht te sturen, @PaulLoosDuinen. En die worden dan hier uitgefilterd en die worden dan direct uitgezet naar de collega's. Gepland is het natuurlijk niet, maar nog tijdens het interview komt er een melding binnen. Jongens, melding nu, zegt ze. Ja? Is er geen melding nu? Ja, Joram, mij staat gewoon toch? En dus gaan de agenten er meteen op af. Al na een paar minuten rondrijden hebben ze beet. Hoor eens even. Het blijkt te gaan om 6 kinderen van 10 tot 14 jaar. Hun vuurwerk is wel legaal, maar het tijdstip waarop ze knallen niet. En dat weten ze best. Het vuurwerk zijn ze kwijt en de kinderen krijgen op het bureau een streng gesprek met hun ouders erbij. En dan kunnen wij weer verder met het interview. Met de Twittermeldingen hoopt het wijkteam ook de contacten met de buurt te verbeteren. We proberen juist de binding aan te halen met de mensen in Loosduinen. Dat proberen we nu via Twitter te doen. En als het een succes is, wellicht volgend jaar uit te breiden met Facebook of andere social media kanalen.